Goedemorgen. Het is vroeg. Het is koud. En we gaan naar Hartje Rotterdam. De vorige twee keer dat ik naar Hartje Rotterdam ben gegaan, filmde de GoPro niet. Helaas. Ik weet niet meer waar ik vandaan kwam. Dus ben ik een Print & Stitch geweest. Voor een mooie trui. En vanuit Print & Stitch was ik doorgegaan naar mijn vader. Shit weer, dat wel die dag. Regen en dan nog meer shit. En ontiegelijk drukte. En echt wel een paar momentjes dat je denkt, zo, waarom staat dat nou niet op camera? Ik had niet heel veel te lullen, maar er gebeurde genoeg, zeg maar. En dat tweede keer was alleen voor ophalen bij Print & Stitch van mijn trui. En daar gebeurde niet per se heel veel interessants. Ik wou eventueel die dag ook nog langs mijn vader. Maar ik kwam vanuit werk en het was allemaal net te laat. En ik dacht, ja, weet je, er zijn niet echt exact bezoekuren op de locatie waar hij nu zit, maar... Maar binnen te komen tijdens het avondeten, zeg maar, is ook altijd zoiets. Dus, en hij zal het absoluut niet erg vinden, sterker nog, alleen maar gezellig natuurlijk. Nee, ik vind het ook heel lullig om langs te komen voor een kwartier en te zeggen, goh, ik ga weer naar huis, want ik moet eten. Het was die dag gewoon geen optie. Vandaag heb ik een afspraak in Rotterdam. Waarna ik zeker weten ook eerst op de motor moet stappen en mijn hoofdbeweging moet maken. Dus ik weet niet of ik daarna gewoon doorrij naar huis, of dat ik naar mijn moeder ga. Ik weet niet of het überhaupt die tijd is. Of dat ik naar mijn vader ga, of dat ik de dijk op ga en gewoon echt een stuk ga rijden. Of geen idee allemaal. Maar met afgelopen chaos rietjes in Rotterdam dacht ik, ik moet proberen deze wel te filmen. Dus ik heb de twee aftermarket GoPro batterijen bij me. Eén voor de heenweg, één voor de terugweg. Want heel veel meer dan 25 minuten filmen die toch niet. Dus ja, ik dacht, ik wil hem nu echt wel filmen. Ik zat laatst ook in de auto. Niet echt Rotterdam, maar Barendrecht. Komt er een oudere man. Ik ben ontzettend ook ouder, maar dit is echt een oudere man. Ik wil niet zeggen namelijk per se bejaard of zo, maar echt wel op leeftijd. Op een motorscooter. Die loopt te toeteren. Ik was een baan opgeschoven, want er stond de auto bij het pech. En daarvoor was ik over een doorgetrokken streep gegaan, want hey, veiligheid. Hij was echt nog meters achter mij, echt nog ver achter mij. En toeteren en gebaren en lastig doen en vloeken voor zijn werk kon zien. Ik dacht bij mezelf, als hij waagt om spiegel te zitten, dan tik ik hem aan. Zo geïrriteerd was ik al, maar door hem nog veel meer. We rijden een stuk verder, we komen bij de rotonde. En hij wilde per se tussendoor en die auto die de rotonde opgaat, die rijdt ook gewoon natuurlijk zijn eigen tempo. Vloek en tieren dat die bijna tegen elkaar aan zaten. Ja, jij perste erdoor waarom hij tussendoor kan persen. Die auto verwacht niet dat hij met 30 de rotonde op gaat, dat er nog een motor met 35 tussendoor wil. Hij reed echt alsof hij vroeger een probleem had, zullen we maar zeggen. Oh, ze zijn flink bezig geweest hier. Zo dan. Echt tot het punt dat ik denk, man, ik snap jou niet. Wil je dood of zo? Je mag hier 50, iedereen rijdt 80 blijkbaar, want ze halen mij met 70 in. Nou, ik vond het zo typisch rijgedrag. Ik denk, joh, waar ben je mee bezig? Zeker op die leeftijd, maar überhaupt op je motorscooter, wat zal die zijn, 180cc, 250cc. Ah, oh, Porsche maakt het lastig voor mij. Lastig, maar niet onmogelijk. Dat was de fantastische timing. Ik stond vooraan en er werd groen. Of hij werd groen op het moment dat ik vooraan kwam. Dan hier. Oh, links en links. Ja, ja, allemaal uit het hoofdje. Ik had geen zin om mijn telefoon mee te nemen. Ik heb hem wel speciaal opgeladen, maar ik dacht, ah, dit moet ik toch kunnen. Het is jammer dat we nou hier achter vast zitten, hè. Ik hoop trouwens dat de microfoon een beetje normaal blijft doen, want die is de afgelopen week ook af en toe al heel raar. Ik denk door de hoek van de GoPro, met in- en uit klikken. Dus behalve dat ik SD-kaartjes heb die corrupt raken, heb ik ook af en toe de GoPro microfoon die niet doet wat hij zou moeten doen. Nou ben je door rood gereden, meneer. Mevrouw, moet ik eigenlijk zeggen. Je verzint het niet. Hé, hier ben ik dus ook recentelijk twee keer geweest. Tot nu toe bevalt die goed. Maar ik heb hem pas één keer gewassen, dus ietsjes prijziger dan ik had gehoopt. Maar ik zou nog kunnen stoppen bij Schouwburg. Een bioscoopfilmpje pakken. Ik ben nog veel te lang niet geweest. Ja, ik weet niet of er een film draait waarvan ik heb. Die wil ik zo graag zien dat ik er mee eentje ga kijken. Japanse barbecue en sushi. Nog eentje. Misschien dat we die een keer moeten proberen. Ik zou alleen niet weten met wie, maar in principe, gezien ik geen zin heb om
stoplichten te hebben waar ik wel wil omkeren. Ik heb geen reden zie om het niet te doen wat ik ga doen. Doen we dat gewoon zo. Aha. Lekker bezig. Kom op mensen. Nou, dan van die kleine fietsen. Je moet zoveel peddelen met die kleine pelletjes. Maar gaat wel lekker snel, dat wel. Met je gas erbij, want het druppelt. Zomaar regent het ineens. De hele tijd droog. Dan gaan we toch niet de lange route naar huis doen, jongens. Ja, wat gaan we hier eens doen? Oh, maar die Mitsubishi geeft mij genoeg ruimte om er tussendoor te gaan. Dat is fijn. Kijk, dat is vriendschappelijke mensen. Jou kan ik er overheen. Zo. Die was bezig met de mobiel. Les uit dat je dan. Hier zijn ze lekker bezig, jongens. Ik weet niet of er echt woningen gebouwd worden, maar het is gewoon een heel stuk haven wat gedrogeerd wordt. Nou, gewoon een stuk park opkomt. Super interessant. Hele ladingen zand die gewoon getumpt werden, net zo lang tot het water er niet meer is en er gewoon zand ligt. Oeh, kan ik daar tussendoor? Wel als de Volkswagen Up dat doet. Dan kan ik er tussendoor. Dan heb ik vrij veel gezegd, maar vrij weinig gezegd. Er staat een carver dat die dingen verkocht zijn, jongen. Ik was een scootercar. Dat is veel te veel plus geinigheid op de EV-experience. 3 jaar terug, 4 jaar terug. Maar goed, World of E-Mobility, die een tijdje terug was, die was veel meer gefocust op twee wielen. Daar zaten erg leuke dingen daar aanwezig. Veel gepraat. Was jaren geleden op de motorbeurs een Nederlands motorbedrijf voor elektrische motoren. Next NXT. Daarna heel lang niks meer van gehoord. Dat is blijkbaar Solid geworden. En die zijn eerst gefocust op de 45 km elektrische scooters, maar die komen nog steeds met een motor. Prototype elektrische scooter is helemaal goedgekeurd door de RDW en zo. Dus die mag in principe de weg op. Alle documenten, vergunningen, etc. zijn geregeld. Dus daar gaan ze binnenkort mee de massaproductie starten. En dan de verkoop. En als dat allemaal rolt, dan komt hun motorversie. Het is geen Next. Maar het is nog steeds een elektrische motor van Nederlandse makerij. Dus ik ben nog steeds zeer benieuwd. Talaria had de Triple X staan. Ook een heel mooi ding. Iets kleiner en iets... beperkter dan hun Sting R natuurlijk, of hun, überhaupt dan hun Sting. Ik zie zoveel politie dat ik denk, oh, hallo agent, en gewoon vol gas, dan lekker mijn weg vervolg. En dan kijk je sommige kanalen en die zien de politie en die doen alsof de wereld verraadt. Welke politie het op de persoon in kwestie voorzien heeft. Dat valt allemaal best mee, jongens. Dat gezegd hebbende, ik ben ook niet zo groot als sommige kanalen, dus misschien dat daar nog wel iets te maken heeft. Ik word ook niet zo groot als sommige kanalen, maar dat is geen probleem. Ik heb plezier met mezelf, met jullie, met de website. En daarmee gaan we de video beëindigen. Positiviteit. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.